Mooi, welkom bij Damop. Nou, je ziet, het is nog een complete witte wereld. Dit programma is namelijk een maand geleden opgenomen. Is niet erg. Ik zeg gewoon, welkom in ons dorp. Nou is dat een leuk raadseltje, want welk dorp is dat? Laat ik je zien, kom maar mee. Kijk, we zijn hier in het prachtige gebied bij Stadskanaal. In Veenhuizen, Onstwedde, Tange. Maar eigenlijk gaat het vandaag om Alteveer. Alteveer ligt in de gemeente Stadskanaal, maar een paar huizen in de Poortmanswijk liggen in de gemeente Pekela. Zo'n 1250 mensen noemen zich Alteveersters. De naam Alteveer heeft een bijzondere oorsprong. Volgens sommige oude geschriften staat hij voor al te ver in de betekenis van al te ver van de bewoonde wereld. Al bijzonder. Er is nogal wat hoogteverschil hier. Dat komt door een morene die door Alteveer loopt. Een morene is een verhoging ontstaan in de ijstijd doordat een ijskap een stuk land opdrukte. Met als gevolg een soort zandrug. De morene hier heeft op plekken een hoogte van 10 meter boven NAP. Kijk, nou, Alteveer is niet al te groot. En als je over bedrijvigheid hebt, je ziet daar nog, hè, dat is die silo van AVB. Maar gebeurt er helemaal niks mee. Maar hier gebeurt wel weer van alles. Zandzuigbedrijf, grondverzet en zandhandel. Wat doen die in de winter? Kijk, er zit er alleen in een shovel, hè? Dus er wordt wel gewerkt hier. Goeiedag, hé. Dat is een mooi vertoet. Bliksikater. Goeiedag. Mooi. Hoe is het met het jonge leven? Ja, hou daar. Druk aan het werk. Druk aan het werk. Zanne is de loods hier. Mooi. Goeiedag, Rob. Rob. André van der Velde. Zeg, André, we lopen mee met een heel klein stukje die kant. Je hebt last van die motor, hè? Kan je ons niet horen? Hij moet nogal wel lawaai. Ja, zeg, een groot verzetbedrijf. Heen nou in de winter wel wat te doen? Weinig. Het is vrij rustig. Het zit allemaal voorstendig rond. En ja, dan is er weinig te doen. Aan de andere kant, we zijn ook bezig met de gladheidsbestrijding. En ja, zoals elke andere woord, dat hartstikke druk geweest. En ja, gelukkig komen we door een beetje ons op richten. Maar houdt erin dat je de zand overheen streut of zolt? Nou, jammer genoeg zolt. Ik had leuk wat zand erop streut, maar... Maar al de spul waar die ligt, wat gaat erheen? Dat gaat naar de wegenbouw, gaat naar de woningbouw. En we maken ook nog wat apart zand, dat is filterzand. Daar hebben we een paardenfabriek voor opzet en dat gaat naar laboratoria, dat gaat naar filterinstallaties toe, dat wordt gebruikt als remzaad. En, als ja, dat remzaad? Remzaad voor de locomotieven, dat gaat eigenlijk de hele wereld wel over. Zo wel? Ja, dus dat is vrij uniek. Alteveer zit zich op de wereldkoord. Ja, dat klopt. En als we ons hier ook vinden, dat ik word nog even, maar ja. Nou ja, wij zagen een bordje, we dachten even kijken. Ja. Zo vonden we jullie. Zo gelijk. In zo'n shovel halen ze dan ongeveer per kuub en doen laps die met boremmetjes. Ja. Wat is dat voor? Dat is dat, ja, dat is in mijn vogelhok. Voor de vogeltjes? Ja, ik word dui weer. En je kon er niks aan doen. Ja. En ja, dan moet het zo maar aan. En dan moet ik een beetje zaad hebben. En dat is voor de vogelpoep en zo? Ja, daar komt er onderin. Ja, ja. Kijk, een beetje schaap. Ja. Ja, ze nemen dat scherp aan, hè? Ja, en dus zuigen ze maar uit. Ja. Wat voor vogels heeft? Ik heb pakieten. Pakieten? Pananten. Wat voor? Pananten. Pananten? Ja. Hoe smaken die? Ja, ja, daar heb je meer voor gehoord natuurlijk. Maar wat zijn pananten dan? Dat, nou, dat zijn ook pakieten, dat zijn dikke vogels. Ja, een pakiet soort, zeg. Ja, zo is. Je hoort wel van daar, maar daar gaat verstand van, hè? Nee. Nou, dan heb ik Stanley's. Ik heb allerlei soorten. Stanley's hebben een hele scherpe snavel, hè? Ja. Maar ja, de pananten ook, hè? Die
Zeg, wat gebeurt hier achter ons? Hier maken we een kwartsfilterzaad. Dat is zaad waarop de 10 mm nauwkeurig uitzeefd is. En dat vindt zijn toepassing in laboratoria en alles. Dat is ja, het heeft een hele hoop kwartsgehalte en dat maakt het vrij uniek. En dat komt hier tot de grond hoor? Dat komt hier allemaal uit de grond. Dat, ja, we zoeken hier tot 20 meter diep. Dat zit allemaal van het mooie witte zaad. Hoe komt dat zaad hier zo eigenlijk? Nou, miljoenen jaren geleden is het hier de rivier die erin bracht vanuit de Baltische Stoor. En ja, door de afsmelten van de gletsjers zijn de morenes ontstaan. Gek genoeg is zaad hier liggen blijven. Het is hier nooit erodeerd. En ja, dat horen we er nou af. Ben je veel van dit soort bedrijven in Nederland? Bij mij wordt met maar 2 bedrijven hier in Nederland die filters aan het maken. Ja. Dus we zijn weer uniek in Grun, hè? We zijn weer uniek hier in Grun. Gelukkig wel. Het dorp wordt ook Tange Alteveer genoemd. Voor de oorlog heette de hele oostelijke kant van Alteveer tot voorbij de kerk Tange. En dat is eigenlijk het zanddorp op de Moerenen. Alteveer zelf is van oorsprong een veenkolonie langs het Alteveerkanaal, ontstaan aan het eind van de 19e eeuw. Het gedeelte dat tegenwoordig Tange heet, werd vroeger Huttenstreek genoemd. En over hutten gesproken, Tange-Alteveer heeft veel armoede gekend. Veel mensen woonden in plaggenhutten. Die waren vaak niet groter dan zo'n 2 bij 3 meter. Ja, ja, en het hele gezin woonde daarin. De laatste plaghut was bewoond tot 1941. En toen de bewoonster stierf, is haar plaghut afgebroken en precies zo weer opgebouwd in het Openluchtmuseum in Arnhem. Ik heb natuurlijk wel eens gehoord van die beroemde trekker-trekwedstrijd. Nou woont hier de heer Boels en dat is de oppertrekker. Kijk of die thuis is. Oh, je bent echt wel een wetse klapper. Hoor maar. Goeiedag, Heem. Goeiedag. Heb ik het genoegen om te praten met de heer Boels? Ja, zeker. Zeker, daar hebben we tijd voor. Mooi. Mooi. Ik ben Rob. Goeiedag, Rob. Cor Boels. Zeg, Cor, mag wel jij zeggen? Ja, zeker. Jullie hebben van alles met een trekker-trekwedstrijd. Ja. Wanneer ben die? Nou, wij hebben 3 juli weer trekker-trek bij ons in het dorp. We zijn dus ik ben net een te vrouw, hè? Ja, okay. Ik ben net een vrouw. Maar de vorst zit nog in de grond. Ja, oké. Dat wordt hem nog niet. Dan ben ik te vrouw. Oké, okay. Bedankt. Ja, goed. Komen jullie maar weer, hè? Kom maar, dat is goed. Hey, zonder flauwekul. Hey, je hebt ook zo'n prachtige machine hier staan, of niet? Ja, ik heb hier 2. Ik heb hier een voor de standaard, zeg maar. Dat is gewoon nou ja, de normale motoren. Ja. En ik ben bezig met sportklassen. Dat is zeg maar de vervolg op het standaard. Waar die staan hier? Hier in de smederij. Oh, loop maar. Hier wat wezen? Ja, zo de zon hier. Kijk. Goeiedag, hebben ze. Jawel hoor. Jo. Hey. Nou, zoals zuster Rob, dit is een trekker die heb ik nou ja, Joris 6 alleen gekocht. Hoe oud is ze? Hij is van 1972. Dus een 6-cylinder motor zit erin. Heb ik helemaal schier gemaakt en dat is dus een standaard trekker. Dat ding, nou, het is een 6-cylinder, rijdt 105 pk, 110 pk. En hier zie ik dus een beetje nou ja, tot van de 3,5 tot de 5,5 ton. Nou, ja, dan hebben ze dus wel pk's, niet zo belangrijk, maar het koppel is belangrijk. Ja, het koppel, de gewichtsverduidelijking, zeg maar, de bandspanning. Nou, ik heb van de laatste wedstrijd dat ik hem zo stoon laten. Bar weinig lucht in de band, 0,5 bar zit erin. Dus dat is een optimale grip voor deze trekker. Nou, en dan variëren we nog wat met gewichten, van voor naar achter. Dat ligt ook een beetje aan de grond, en aan de, of in veen zitten, of in grond, of in leem. Dus dat varieert nogal wat. We hebben nog veel onderhoud nodig? Nee, deze nooit. Deze die heb ik toen natuurlijk gekocht. En die komt uit Zeeland uit. En ik heb hem spoten. Nou, dat vind ik mooi werk, dat mag ik geven. En ik heb hem netjes gemaakt. En voor de rest, ik gooi er nog een keer Joni Weulie af. En hij loopt weer. Ja. Ik loop. Ja, dus dit is gewoon het standaard model. Ja, en dan heb ik door nog een stonden binnen. Okay. Ja, loop erin mee. Kijk, dit is wat anders. Ah, hier best ook druk met bezig, ja. Ja, hier ben ik druk met aan het sleutelen. Dit is de opvolger van de standaard, zeg maar. Dat gaat verder in de sport. Nou, daar heb je 100 pk, 110 pk in de 5,5 turn standaard. Nou, dit is sportklasse. Nou, en dat gaat van 150 tot 3,500. Dus dat is even een stapje hoger. Oh, dat wil wel, hè? Ja, er zit een andere brandstofpomp op, ja. Er zit een andere turbo op. Binnen dezelfde motoren, dit is dezelfde motor als in die. En
Alleen ja, andere brandstofpomp, andere verstoevers, wat meer diesel, wat meer rook en wat meer, PK's. Dat was ik, ze wel knap. Hoe wel kan dat liggen? Hè? Ja, er is, het wil dan nooit echt lukken. Met, deze komt uit München uit, die heb ik gekocht in München. En die heb ik nou ja, een beetje zo mak, zeg maar. En het wil dan nooit echt lukken met de koppakking, die knalt niet er elke keer uit. Hij wordt te warm, dus ik moet er een gegeven moment experimenteren. Maar is er wel kloor voor 6 juli, jullie? Nou, we gaan ons best dan, want ik kan niks beloven. Ja. Want we zitten zelf, we hebben zelf onze eigen trekken weer 5 juli. Of 3 juli in ons verder, dus de voorbereiding begint door alweer voor. En dat is een hele happening. Er komt heel veel bekijken. Het leeft behoorlijk hier in Durf. Met zo'n trekdag in ons verder is dat altijd het manifestatieterrein. En daar zijn we met 50 vrijwilligers. Allemaal vreselijk enthousiast. En hartstikke gezellig, hartstikke mooi. De 3 juli dus, hè? Ja. Zaterdag 3 juli. Begin om 1 uur. We beginnen om 1 uur en normaal is dat iets met de vrouw, maar wie veranderen de tien. Ja, en dan kunnen we zo met elkaar op tien even de feest in. Mooi man, daar wil ik er ook een keer op hebben, man. Dat mag, bij deze. Wist u het nodig? 3 juli, daar komen we. 3 juli komt ze maar op manifestatietrein in ons werk. Kist op mijn trekker, kist toe, trekken. En gewoon regelen, dat is geen probleem. Is goud verzekerd? Hartstikke goud. Dacht ik maar wel. Maar geen probleem weten. Ja. Dat wil ik er wel van hebben. Nou, stond jullie daar, dat ziet er al bij, hè? Wel, ja. Mooi. Ik ben vandaan. Henk Nieuwenhuis. U bent ook hier van Alteveer? Ja, ik ben de buurman. De buurman? De buurman van Kloor. De trek-buurman, is dat een beetje waar of niet? Ja, die is hartstikke hard. Ja, dat is geen probleem. Dat is, ik heb het met mijn horen. Ben je ook een trek-man of niet? Nee. Ja, ik ga wel in de kieken, maar ik ben nooit zo zo technisch ben ik niet eigenlijk. Nee, er staan andere hobby's. Ik heb andere hobby's, ik heb postdoem. Postdoem? Postdoem. Nou ook? Ja. Zit die in de hockey? Die zit in de hockey, nou ja, het is nou koud weer, dus die lijkt nog niet los. Nee. Dus, en met de roofvogels dan lukt dat dus niet. Oké, mag ik alleen kijken? Ja, zeker wel. Ja, kan. Hier, het ver af. Mazel! Mooi! Nou, dit is professionele hobby, geloof ik, niet? Ja, valt met. Zo. Ja, maar een beetje netjes en skiën weten, ja. Hoeveel doen we zitten erin? We zitten er 48. Kunnen we er zo in of worden ze al vreselijk bang? Ja, dat valt mij altijd. Ik kan een beetje in de weerbak, denk ik. Maar, Wie zijn geld wil zien vliegen en verstuiven, die roken en snoepen veel en houden duiven. Ja. Geen kleintjes, hè? Ja, dit is gewoon normale poten. Ja, ze zitten ook een beetje, omdat het koud is, gewoon ze de veer een beetje uitzetten. Dat is de warmte, zeg maar. Dat isoleert lekker, hè? Dat isoleert lekker. Ja. Dat is gewoon indoor. Dus we zitten zo een beetje de veren uit me voor, zeg maar. Ja. Is postdoef, is dat het maakdoef? Nou, het heeft allemaal verschillende rassen, hè. Maar dat is de Janssens en Van Loon en De Vries, op de Vries of niet? Jawel, die ben er ook wel. Maar kijk, elk probeert ze om een eigen stem op te bouwen, zeg maar. Ja. Joh, niet door wat doen, weg. In het liefst van het beste, maar het mag ook te betonnen zijn. Wat is mooi in deze sport? Nou, de kick is dus, als je dus de hele week bent ermee bezig, goud te verzorgen, alles gaat weer mooi trainen. Nou, en dan zat er ook, zeg maar, als ze weer eens komen, en dan komt ze dus over de blokker, dus ik kan op. En dan is dat zo'n doel door in de lucht aankomen, zus, dan is dat gewoon de zweep, maar wel. Ja. Of hij klapt de vleugels in een keer dicht en dan is net een sperver, zeg maar, ze komen er maar in. En dan is het gelijk elektronisch worden ze klok, zeg maar. Heb ik een tennisvuur op liggen. Ik heb een klokje, zeg maar, en dan wordt precies de registratie van de tiets. Over kilometer, over aarde, over vloog, zeg maar. Dat komt er allemaal in beeld. Allemaal elektronica, hè? Allemaal elektronica. Zelfs in duifje al, hè? Ja, we vrouwen moeten allemaal met gummiringetjes allemaal. Hoe dan komen ze? Dus, ze komen aanvliegen. Ben ze dan weggebracht naar een bepaald plek of ja, zo? Ja, die brengen ze dus vrijdags om. Brengen we dus naar de inkeuvelen kolen bij ons van de vereniging. En dan gaan ze dus in de auto. Dan gaan ze dus naar België, Frankrijk. En die vinden op zichzelf de weg weer om? Ja. Ik heb verdorie. Ik dacht toen je nog naar vinden zonder een zomertje. Het is onvoorstelbaar, maar ze zijn dus zo, ook door die training, zeg maar. Dus brengt ze ook al geruurd, dan brengt ze weg, dat ze dat een beetje aanleren. Als jongen doen, zeg maar. En dan gaan ze steeds verder. Het is een beetje tam eigenlijk. Ja, vrij redelijk. Gisteren maar in de pak, dan kunnen we mee van dichtbij zijn. Poes. Hebben ze. Ja, ik ben niet zo thuis in de duivensport, maar hebben ze ook een naam of niet? Nou, gewoon de mooiste, de eerste drie nummers van de ringen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus, de een heet Van, de ander heet Dan.
De 797, zeg maar. Oh, ze hebben een nummer? Ja. En dit is nummer? Dit is 797. Oké. Okay. Luistert hij daar naar als je hem roept? Nee, nee. Mijn plaatje. Dus ik heb een plaatje in mijn... maar dit is dus de... Het mooie van de pasduif. Het oog. Er zit allemaal wat verschil in aan het veldere oog en het ander. Ja, stil maar jong hoor. Dit is karakter, hè. Kijk, dit is dus de vleugel. Nee. Daar komen we met huis. Even voor een klein rijtje. Zeg, en dat is? Nou ja, vroeger zeiden ze, een hondje gaat even voor een rijtje stront. Maar tegenwoordig hebben we later nog mee vanuit. Okay, echte Alteveerster? Ja, klopt. Ja? Ja. Hoe typeer je dit dorp? Hoe typeer ik dit? Ja. Ik zou het niet weten, saamhorigheid, ik weet het niet. Nee. Want dat merk je vaak, hè? Dat op kleine dorp dat saamhorigheid wat weg is, maar hier niet? Nee, iedereen kent elkaar, dus ja. Maar doe je ding samen? Ik wil je leuke buurtfeestjes of anders? Ja, goede vraag. Ja, u begint er wat bij te glimlachen, ja, vertel eens. Ik ben niet zo van de buurtfeestjes eigenlijk, nee. Maar lekker leem en laat leem. Ja. Zoals echte grunnige betons. Ja. Mooi man. Ja, nou, hè? Hoe heet hij? Roxy. Luistert hij daar ook naar? Heel goed. Oh. Heel goed. Kijk eens. Winkelweek in Tange Alteveer. Luna Park van 10 verlichte huizen. En witte meisjes van de gymnastiek, achter de marsmuziek uit Stadskanaal, hoog op een boerenkar. Winkelweek in Tange Alteveer. In de novemberregen sissende flambouwen. En Aaltje, Natjan, Tina en Marie bijna verkouwen. Winkelweek in Tange Alteveer. Dit natte Groningse verdriet, die lekke klarinet. Melancholie van middenstanders. Die het nauwelijks weten vol te houden. En toch in een, althans voor sommige Brummen relatief klein dorp allemaal tegenaan loopt. Telegrammen, die zijn er helemaal niet meer, hè? Denkt u? Ha, jawel dus. Gezien het aantal toch fikse auto's die hier staat, zal het nog wel loop mogen. Eens even kijken. Goedemorgen Telegramservice, waarmee kan ik u helpen? Dat kan. Is het een telegram voor binnen of buitenland? Voor binnen Nederland. En wanneer moet het telegram bezorgd worden? In tegenstelling tot wat men in de straat wel eens zegt, hè, telegrammen zijn uitgestorven, kom ik hier in een hypermodern bruisend bedrijf. Met hoeveel werknemers? 10. Zo, ja. Fulltime? Ja, 10 fulltime hier en in het buitenland zijn er ook nog wel mensen die voor ons werken. Plus de bestellers nog natuurlijk, de bezorgers. Mm-hmm. Hoe werkt dat nou? Want de telegrammen versturen is natuurlijk heel oud, hè? Dat doen we al een 150 jaar, ja, denk ik. Ja. Ja. Eigenlijk nog steeds net als vroeger. Iemand heeft een boodschap die hij ergens wil laten afleveren. En die belt ons op, tegenwoordig ook via internet natuurlijk, maar dat was dan vroeger niet zo. Wij nemen die boodschap aan, dat bericht aan, voeren het in de computer en het wordt overgesigned, soms via e-mail, maar ook nog steeds via de telex ook wel. Die zijn er nog wel, dat dus? Dat wordt gebruikt, ja, naar Cuba bijvoorbeeld, maar een land. Dan gaat het dus daarheen en daar wordt het weer afgedrukt en in een mooie omslag en envelop gestopt. En dan gaat er iemand mee naar de ontvanger toe om het af te leveren. Waarvoor gebruiken mensen nu telegrammen? Is dat wel veranderd in de loop der jaren of niet? Ja, want vroeger was het eigenlijk de enige manier waarop je snel met iemand kon communiceren. En dat is voor het grootste deel wel weggevallen. Tenzij iemand de ontvanger niet kan bereiken via de telefoon of via mail natuurlijk ook. Mm. Maar eigenlijk gaat het vooral om de impact die het bericht maakt tegenwoordig. Dus je wil iemand op een speciale manier feliciteren. Of ervoor zorgen dat hij zijn facturen gaat betalen. Dus een laatste waarschuwing geven die heel officieel is. Dan zetten we het huis uit of zo. Doen mensen dat met een telegram? Bestaat dat? Ja, we hebben hypotheekverstrekkers die een laatste waarschuwing geven per telegram. Maar dat staat ook in het burgerlijk wetboek dat je dat moet doen. Zo'n laatste waarschuwing tegen overleg van een handtekening voor ontvangst. Dus vandaar dat en dan komt die telegram weer om de hoek kijken natuurlijk. Of de deurwaarde natuurlijk. Ja. Waarin Groningen weer zich op de kaart zet. Ja, want leuk. U bent het enige bedrijf in Nederland nog, hè? Ja, dat klopt. Ja.
Dus ja, dat is mooi. En wij hebben dus ook echt contacten met alle andere telegrambedrijven op de wereld die onze telegrammen in hun land bezorgen. En wij die van hun in Nederland. Dus elk telegram uit Japan wordt voor Nederland komt altijd hier binnen, zeg maar. Het is niks anders. En dan de feestelijke omslag erom of een rouw omslag of... Ja. Dat is allemaal hetzelfde gebleven, hè? Ja, er staan dan codes in het telegram, zodat wij weten wat ermee moet gebeuren allemaal precies. Ja. En ik denk, het is toch leuker om een telegram te krijgen dan een sms'je, gewoon op je verjaardag. Ik noem maar iets. Zijn hier is dit de eerste aanzet voor een telegrammuseum? Ik hoop het wel, ja. Dat is wel mijn wens, om dat zo een beetje verzameld te krijgen. Nou zie ik hier een apparaat, een rond ding. Daar staat het ABC compleet op. Hoe werkte zoiets? Deze stond bij het verzendende kantoor. En de machine die ernaast staat aan de rechterkant, die stond dan op het ontvangende kantoor. En de verzendende operator draaide deze hendel rond, klikte dan op elke letter. Daardoor werd er een stroomstootje door de lijnen gestuurd. En bij het ontvangende kantoor gaf de wijzer dezelfde letter aan. En daar schreef de operator het bericht op papier tot het helemaal klaar was. Met de woordje stoppen tussen, de beroemde woordje stoppen tussen. Ja. En dan ging de telegrambezorger naar de ontvanger toe. De voorloper van de sms en de voorloper van, nou ja goed, de eerste telegram. Want dit is hoe oud ongeveer? Dit is uit 1855. Jongen. Maar ja, inderdaad, een van de eerste computers, als je het zo wilt bekijken. Ja. Het ging erover, die enorme masten die door het land gespannen waren. Ja, over die draden, die elektriciteitsdraden, ja. Er hangt hier een formuliertje met vreemde en leuke uitspraken die in telegrammen hier zijn binnengekomen. Ik begreep ook, als je een buitenlandse operator aan de lijn hebt, dat die dingen gewoon fonetisch opschrijft, omdat hij de taal niet kent. Dan kom je dus hele aardige dingen tegen. Gefeliciteerd met je behaalde bult. Our pig family wishes you Merry Christmas. Call me when you receive my massage. Goedemorgen. Je bent vader geworden. Kom naar Curaçao, direct. De drijfscheer is het bruisende hart hier van sport en cultuur. De zwerfsteen voor dit gebouw weegt een slordige 30 ton en is ooit opgegraven tussen Alteveer en Tangen. Stadskanaal wilde hem hebben, maar gelukkig ligt hij nog op de plek waar hij hoort, in Alteveer. Er zijn twee basisscholen hier, de christelijke basisschool De Heuchte en de openbare basisschool Het Zonnedal. Ik heb één hele domme vraag. Er ligt hier voor de school ligt een kiezelsteentje. Waar komt het ding weg? Ik kom hier niet weg, dus ik zou het niet weten. Nee, je hebt er niet zelf neergelegd? Nee, sterk ben ik niet. Wow, heb jij dat gemaakt? Waar is dat voor? Wat mooi, waar is dat voor? Wat is dat van? Hoe heet het alweer? De Wiebelbillen Boogie. Daar hebben ze een projectje van gehad. Ze hebben net een rollenspel gedaan. En nu hebben ze vakantie en nu mogen ze de knutselwerkjes mee. Met de Wiebelbillen Boogie. Boogie, ja. Dat gaat over olifantjes. Ja. En dat gaat over een mama en een papa. En op laatst hebben ze zo'n leuk liedje. En dan gaan ze een dansje meedoen. Het is nu ter afsluiting. En nu hebben we alles mee. Ja. En ken je dat liedje ook? Nou, hij kijkt zo van. Ja. Er staat me nou iets te wachten. Dat past me niks. Kijk eens, de deur gaat al open. Dat is allemaal mooi. Hallo. Ja. Mogen wij er wel even in? Oké, voor deze keer. Nou, Cloor. Mooi. Hoi. Mooi. Welkom. Ja, een peuterspeelzaal voor heel veel peuters. We zagen ze net allemaal weggaan, dus jullie hebben nu pauze of is het helemaal vakantie? We hebben nou vrij. We zijn nou de vakantie straks. Dan heb ik nog één intelligente vraag, want ik kom niet van Alteveer zelf. En ik zie daar zo'n leuk kiezelsteentje voor liggen. Ja. Wie heeft dat er neergelegd? Dat weet ik niet. Iemand anders die het weet? Ik denk dat ik het vergeten. Oh, nee. Ja, ik kom ook niet uit Alteveer. Sorry? Ik kom ook niet uit Alteveer, dus ik heb geen idee. Maar werkt hier wel? Ja, ik werk hier al 13 jaar bijna. Oh. 13 jaar, ja. Maar dan werkt u hier op Alteveer. Wat voor sfeer heeft zo'n dorp? Heel gezellig. Ja, heel erg samen met elkaar. Dat merk ik heel duidelijk. Want we hebben natuurlijk ook, omdat we van de stichting zijn, heel veel collega's in andere plaatsen. Mm-hmm. Maar ik hoor toch altijd wel de geluiden van dat het hier allemaal heel gemakkelijk gaat, heel gemoedelijk en ja, supergezellig. Dus echt, ja, iedereen wil wel meehelpen met alles. Je hoeft maar een oproep doen aan ouders. Of het zijn altijd wel ouders die het willen. Ja, het leuke is, op zo'n peuterspeelzaal ben je ook een heleboel peuter, hè? U bent nu op dit moment aan het televisie kijken. Ja.
En ik ben het voor vandaag zat. Het dorp niet, maar ik krijg vreselijk veel zin in eten en drinken. En dan kan ik hier lekker blijven binnenspelen. En ik snap wel dat je nou zegt, die Van Dam die spoort niet. Dat klopt ook, dus ik gooi eruit. Tot volgende week, hè. Doei.